is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 3 juli. Vandaag wordt het de warmste dag van het hele weekend, want de temperatuur kan oplopen tot 24 of 25 graden. Er is af en toe zon, maar de atmosfeer is zeer onstabiel. En tegen of in de middag kunnen er al een aantal buien vallen, sommige met onweer. De wind die is over het algemeen zuidoostelijk en voert eerst warme lucht aan. Maar in de loop van de middag draait hij naar het zuidwesten en dan komt de koele lucht erin. In de aankomende nacht zijn er opklaringen en de temperatuur daalt naar waarden van zo'n 14 graden. Zondag, dan hebben we helaas geen mooi weer meer. Er vallen geregeld buien. De temperatuur blijft stokken op 20 graden en de wind waait uit het zuidwesten. Ook de dagen na maandag blijft het wisselvallig zomerweer met van tijd tot tijd buien of regen. En de temperatuur van 19 graden is beneden maats. Dit was het weekend weerbericht van dit weekeinde.